bij de 12.4 Biocast. Cultuur of natuur, waarin we kijken naar de keuzes die mensen maken en de gevolgen die die keuzes hebben. Hier een stuk bos met links onderin een ven. En in dit gedeelte van het bos, daar leven padden. Die leven daar een aantal jaren tot ze geslachtsrijp zijn. En dan in het voorjaar vertrekken ze naar deze plek waar ze geboren zijn, om te paren. Maar ja, daar is wel een weg ondertussen. En dat is voor de padden gevaarlijk. Deze borden heb je wel zien staan als aangeven van de paddentrek. En er zijn maatregelen te nemen om te zorgen dat die padden wel veilig naar de overkant komen. Maar als we kijken naar de wegen, dit is het hoofdwegennet in 1966, dan zie je al een heel aantal wegen door Nederland. Maar hier eentje, iets recenter, 1981, zie je dat het aantal wegen enorm is toegenomen. Niet alleen het aantal wegen, maar ook het aantal auto's dat er overheen rijdt. En dat heeft dus gevolgen voor dieren om van de ene plek naar de andere plek te kunnen komen. Hier bijvoorbeeld een stuk uit de Flevopolder. Een dier wat in dit bos zit, als die in dit bos, wat heel dichtbij is, wil komen, moet die een weg oversteken. Maar wil die bijvoorbeeld nog verder, dan moet die een heel aantal wegen oversteken. En ook door onveilig gebied. Gebied waar hij van nature niet voorkomt. Dan zou het mooi zijn als er een heg was die die gebieden met elkaar verbond. Want hier zie je de afstanden die een dier kan afleggen in één nacht langs of door zo'n houtwal. En daarom is de ecologische hoofdstructuur bedacht. En dat was het plan om alle natuurgebieden met elkaar te verbinden, zodat een otter vanuit het zuidelijkste stukje van Limburg naar Noord-Nederland kon komen. Maar met de economische crisis zijn die plannen teruggedraaid en is er van die EAS, die ecologische hoofdstructuur, nog maar heel weinig over. Want het kost nogal wat om dit soort viaducten aan te leggen voor het wild. Hier zie je hem van de zijkant. Maar er zijn ook kleinere mogelijkheden, zoals hier, voor padden en andere amfibieën. Een amfibietunnel. Die zorgt dat die amfibieën veilig kunnen oversteken. Monoculturen zijn voor een akkerbouwer heel prettig, omdat hij met grote machines efficiënt kan werken en zo'n hoog mogelijke opbrengst haalt. Maar voor dieren is dit niet zo'n prettige leefomstandigheid. Het zijn dus keuzes die we maken. Goedkoop voedsel, bijvoorbeeld een kiloknaller, of natuur. En wat is dan de keuze die je maakt? En er is wat dat betreft een andere keuze, om geen gebruik te maken van bestrijdingsmiddel of kunstmest. En dat is de biologische landbouw, die gebruik maakt van dieren om plagen te bestrijden, biologische bestrijding. En verschillende teelten door elkaar zet. Dat zorgt dat de gewassen ook niet zo gevoelig zijn voor insectenvraat en ziektes. En met die biologische landbouw is aan het einde gekomen van de 12.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.